Weet u het nog? In 1672 is de Nederlandse Republiek in oorlog met Frankrijk. Zonder enige moeite nemen de Fransen onder leiding van generaal de Gamilly graven meester. Ik heb hier 2 jaar de scepter mogen zwaaien in deze prachtige stad. Het was een prachtige stad, helaas nu niet meer. Totdat Willem III het zat was. Hij stuurde in 1674 zijn luitenant-generaal van Rabenhout naar Graven met een groot staatsleger om Graven te bevrijden. En we moeten nu verder bloedvergieten voorkomen. De hele stad lag na 4 maanden in puin. En de tijd begint te dringen. Want komende 7 en 8 april zijn de heren ook uitgenodigd voor de 2 feestelijke dagen. Voor het beleg konden de dames Johanna Wilhelmina Carolina en Johanna Alagonda elkaar zonder enig gevaar ontmoeten in de tuinen van het kasteel. Ik heb de hele stad bijna platgebombardeerd. Maar door de hevige beschietingen moeten ook zij hun toevlucht nemen tot de geheime onderaardse gangen van het vestingstadje. Schat! Vuur! De stand ligt helemaal in puin. En ik moet gewoon Ank. Oh, wat hoor ik nou? En wie bent u dan? Ik ben Johanna Wilhelmina Carolina. Oh, en u bent de gravin, begrijp ik? Ja. Kijk eens aan. Oh. Ik wacht niet op u, ik wacht op generaal van Rabenhout. Oh, en bevallen hebben van de staatse troepen. Daar had ik een geheime ontmoeting mee hier. Echt? Ja, zeker. Oh? Hij wil praten over de overgave van de stad, maar hij komt me niet opdagen. Waar zou hij toch zitten? Ik ben op zoek naar Ank. Want die weet wel wat er moet gebeuren en zo. Ik weet het niet. Dus gaan we verder, ja? Oké. Nou, dag. Dag. Komen jullie ook naar het feestje, 7 en 8 april? Oh, dat denk ik wel, want er zal voor mij als graaf de Gamilly van het laatste feestje hier in Graven zijn. Oh, nou, tot dan. Tot dan. Nou, ik ga Ank zoeken, hè. Doeg. Haha, volgens mij komt de verraden op er nu aan. Het werd tijd, zeg. Ik kondig u aan, de generaal van Rabenhout, de opperbevelhebber van de staatse troepen. Generaal van Rabenhout, hoe maakt het? Noël Bouton, de Gamilly. Dag, meneer de Gamilly. De generaals bespreken op deze geheime plek een eervolle capitulatie en overleggen over de voorwaarden. Maar ik zal eerst eventjes met mijn raadsheer even moeten onderhandelen en bekijken wat de toestand gaat worden. Akkoord. Oké. U krijgt vrijgeleide. Dan shake ik je hands en dan wens ik u het allerbeste als commandant van de staatse troepen in deze verwoeste stad. Ik hoop dat u er nog iets moois van kunt maken. Nou, wij gaan zeker deze stad weer in zijn oude glorie opbouwen. Er is nog iets trouwens. Ik wil de stad wel verlaten, maar ik wil eerst naar het grote feest van de vestingstedendagen op 7 en 8 april. En ik hoop dat ik u dan ook ontmoet. Dat gaan we dan samen doen en dan gaan we samen er nog iets moois van maken. Dank u wel. Salut. Salut. Nou, ik ben in ieder geval blij dat ik een eervolle aftocht geregeld heb. En die meid die net langskwam, die kan ervan verzekerd zijn dat ik op haar feestje kom. Bonjour. Ik heb heel veel respect voor u en ik laat u met vlag en wimpel deze stad verlaten zonder meer bloedvergieten. Graven, het gezellig vestingstadje aan de Maas, is op 7 en 8 april gastheer van de Vestingstedendagen 2018.